conversieverhoging in mijn webshop. Hoe doe ik dat? Conversieverhoging, hoe doe ik dat? Dat is een vraag met verstrekkende gevolgen. Want als u echt aan de slag gaat met het gestructureerd aanpakken van deze vraag, heeft u de sleutel in handen voor het verstevigen van uw positie op uw markt. Het probleem is dat de meeste ondernemers geen concrete doelen hebben gesteld en vaak niet weten wat hun conversieratio's zijn. Niets weten is niets kunnen doen. Maar hoe verhoogt u nu eigenlijk uw conversieratio? Conversie is tweeledig. We onderscheiden directe en indirecte conversie. De bekendste is de directe click-to-conversion ratio, de weg die de consument aflegt naar het uiteindelijke doel, de aankoop. De gemiddelde conversie op websites is 0,5 tot 3%. Een focus op verhoging van conversie levert bij geringe toename soms al een verdubbeling van het succes. Minder vaak genoemd, maar daarom niet minder belangrijk, is imagobuilding. Op welke manier kunt u zich zo profileren dat de klant u de beste aanbieder van zijn gewenste product vindt en u weet te vinden? De verbetering van integrale communicatie zorgt voor een grote sprong voorwaarts op dit vlak. Bekijk op welke manier uw webshop een wisselwerking heeft met uw andere communicatiemiddelen. Welke externe marketing- en advertisingprogramma's heeft u die aansluiten bij uw organisatie? SEA zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw klanten binnenkomen op de juiste landingspagina's. Wanneer we specifiek kijken naar het ontwerp van uw webshop, kijken we naar elementen die direct zorgen voor verhoging van uw conversie. Zo zorgt bijvoorbeeld een sticker soms al voor verhoging van 30%. Ook moet men kijken naar de manier waarop de site eventueel tegenwerkt in het maken van aankoopbeslissingen en hoe de drempel het beste verlaagd kan worden. Wist u bijvoorbeeld dat met elke seconde vertraging boven de verwachte laadtijd het risico op conversieverlies tot wel 7% toeneemt? Kortom, een integrale aanpak met vooraf duidelijk gedefinieerde doelstellingen leidt gegarandeerd tot het openen van de deur naar conversieverhoging.